Daily Minutes nummer 1548 met een uitzending van vandaag 12 februari 2019. Dus het bulletin van dinsdag. Ja, zoals te horen is misschien ben ik niet al te best bij stem, maar ik doe mijn best. Het is gisteren niet gelukt om alsnog een late avonduitzending te maken, helaas. Ik heb vandaag geen data. Ik begin vandaag aan deel 1 van een nieuwe serie van waarschijnlijk enkele afleveringen over digitale spraakmodus. Ik heb dat in het verleden al enkele malen eerder gedaan, maar het is een veld dat steeds in beweging is. En soms is het goed om na een poosje eens te kijken wat de status is. Wat opvalt is dat sommige modus in opkomst zijn. Bijvoorbeeld Tetra is aan een voorzichtige opmars bezig. Er is verder eigenlijk maar één digitale spraakmodus die momenteel relevant is op de korte golf voor amateurgebruik. En dat is het door amateurs bedachte open source FreeDV met de codec 2 vocoder. De meeste andere systemen die voor VHF en UHF ontworpen zijn gebruiken een vocoder van Digital Voice Systems Inc. oftewel DVSI. Deze vocoders zijn bekend onder de naam AMBE. Diesta gebruikt een oudere variant, oorspronkelijk bedacht voor het Iridium satelliettelefoonnetwerk. De rest gebruikt de nieuwere variant AMBE Plus 2. DPMR kan zowel met AMBE Plus 2 zijn uitgerust als met de Chinese Nantong vocoder. En Tetra gebruikt AKELP, bedacht en ontwikkeld door de Canadese Sherbrooke Universiteit. Het tegenwoordig minder gebruikte modus is HAMDRM. Het gebruik daarvan op HF is grotendeels vervangen door FreeDV. Zij dat HAMDRM nog wel gebruikt wordt voor het versturen van documenten en afbeeldingen. HAMDRM staat voor Digital Radio Mondiale, is de amateurversie van de omroepmodus DRM. En dit is ook het compressiesysteem dat ervoor gebruikt wordt, DRM dus. Ik ga in de volgende afleveringen nog op de verschillende modi in, maar ik wil het dit keer vooral hebben over de verschillen. Zo pas noemde ik de gebruikte vocoders al. Digitale spraak zit meestal op 70 centimeter. Bij D-Star kwam dat ook op 2 meter voor, hoewel de bezetting van repeaters op 2 meter groot is, waardoor het wat minder voor de hand ligt. DMR-apparaten zijn meestal ofwel VHF of UHF, dus DMR op 2 meter kom je tot nu toe niet zo heel veel tegen in Nederland, hoewel er inmiddels apparaten voor 2 banden te koop zijn en er ook af en toe surplus-apparaten opduiken die het op 2 meter doen. Nog een andere klassificatie is of het systeem open source is. Wat voor Diensta geldt ook voor de andere systemen, behalve FreeDV. Het hele systeem is open source, alleen de compressie van de spraken is bij de modus die AMBE gebruiken gesloten. Diensta is open source, DMR is open source, DRM is open source, DPMR is open, FreeDV is open, net als Fusion en Tetra. Ook bij Tetra is de vocoder dan weer gesloten. Op FreeDV na zijn dus alle vocoders gepatenteerd en niet open. Nog één onderverdeling is of er een netwerk bestaat voor de mode. Dat hebben we van een netwerk is in de afgelopen jaren een van de belangrijkste factoren gebleken voor de succesvolle uitrol van een modus voor digitale spraak. Ik spreek voor het gemak van een modus, hoewel de term niet helemaal correct is. Bijvoorbeeld was Alinco met zijn systeem er als een van de eerste. Er waren twee redenen waarom dat systeem nooit grote bekendheid heeft gekregen. Het eerste was dat er geen netwerk voor was bedacht. En het tweede waren de printjes die je nodig had om in een apparaat te steken dat je voor deze modus geschikt wilde maken. Die printjes die waren schreeuwend duur. Voor sommige modus is er in elk geval voor amateurs geen netwerk beschikbaar. Dat is het geval bij Tetra, FreeDV, DPMR en HAMDRM. Maar bij Tetra is dat deels waar. Tetra wordt vaak gebruikt in combinatie met analoge netwerken. In Engeland werd in dat kader veel met Teamspeak geëxperimenteerd. In Nederland gebruikt men hiervoor vaak Echolink. Als we naar de onderverdelingen kijken, dan is een volgend onderscheid dat we kunnen maken de bandbreedte die een systeem in beslag neemt. De smalste is ongetwijfeld FreeDV, hoewel het ook met een FM-apparaat gemoduleerd kan worden en dan breder is, is dat met een SSB-zender maar iets van 1,8 kHz breed. De volgende is D-Star, dat ruim 5 kHz breed is. Ik ben geen expert, maar volgens mij kan Fusion ofwel 6,25 breed zijn, of met een betere geluidskwaliteit 12,5 kHz. Laat me weten als dat eventueel niet klopt. Bij DPMR verschilt het vaak per fabrikant. Apparaten van Kirisun zijn bijvoorbeeld 6,25 kHz breed, die van Taitera 12,5 kHz en die systemen zijn onderling niet compatible.
HAM-DRM is in hoge mate qua bandbreedte en kwaliteit en foutcorrectie configureerbaar. DMR is 12,5 kHz breed en Tetra is 25 kHz breed. Waarbij ik over deze systemen direct moet melden dat bij DMR twee stations tegelijk over het kanaal kunnen binnen die bandbreedte. En dat er bij Tetra zelfs vier geluidstreams tegelijk kunnen worden uitgezonden. Bij Tetra zoals amateurs dat nu gebruiken in DMO kunnen er overigens maar twee geluidstreams worden uitgezonden. Een laatste indeling is of een systeem gemaakt is voor amateurs of voor professionals. Als het voor amateurs bedacht is, hoef je de apparaten vaak niet per se of niet te programmeren voor gebruik bijvoorbeeld. Er zit bij amateurapparaten vaak een VFO-knop op. Die staan System Fusion en FreeDV zijn voor amateurs bedacht. DMR, DPMR, Tetra en DRM zijn voor professionals bedacht. HAM-DRM is een amateurversie van het professionele DRM, Digital Radio Mondiale. Enkele systemen die in Nederland niet of nauwelijks gebruikt worden, komen in dit overzicht niet voor. Dat zijn onder andere het Amerikaanse systeem voor de hulpverleningsdienst APCO P25, dat voor professioneel gebruikers bedacht. En een systeem van Aleco, dat zo'n beetje het eerste DV-systeem voor amateurs was, dat in fabrieksapparatuur voor amateurgebruiker kon worden ingebouwd. Dit systeem is alleen in Japan eigenlijk gebruikt. Er zijn in Japan daarnaast nog één of twee systemen die buiten dat land nooit gebruikt zijn. Ja, denk er nog even aan. Vanavond vanaf 8:30 is weer de D-Star-ronde. Die kun je beluisteren via de website van Frans, PD4, Fox, Mike, Juliet. De website is pd4fmj.nl. En bovenaan kun je op D-Star Player klikken. De ronde is verder te beluisteren op zo'n beetje alle D-Star-repeaters van Nederland. En begint om 8:30. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.